Nou, ik begon best oké, ja. Ja, maar toen moest ik wel van ver komen. Ja. En op het moment dat je dan even een klein beetje te veel pusht, dan gaat het niet echt vooruit. Dus toen moest ik even in de versnelling achteruit en vervolgens kon ik het weer vinden. Maar ja, ik had eigenlijk met het ingaan van de laatste ronde al niet meer kunnen denken voor de winst te rijden. Dus op een gegeven moment kreeg ik toch Fem in zicht. En nou, ik denk, dan gaan we er maar voor proberen. En een moment leek het te kunnen lukken, maar hij maakte een fout. En, wat gebeurde er op dat punt? Ik raakte het paaltje. Dus ik raakte de binnenbocht en vervolgens was de fiets weg. Ja, vooral als Fem, die bleef nog heel... heel lang wachten. Ja. En toen, toen zei ze, ik kom er langs. Ja, natuurlijk komt ze er langs. Dus ik wist ook wel van het laatste stukje was te kort om nog te passeren. Ik zei al, het was een beetje een alles of niets poging. Toen wist je ook van dit gaat niet meer worden. Nee, vanaf daar niet meer. Dan was het alleen nog maar te hopen dat ik nog door kon en dat ik geen schade zou hebben. Ja. Wat weer van de hele uitnodiging voor de Olympische Spelen hier? Het is natuurlijk een prachtige locatie voor een wedstrijd en prachtig om te doen. En ik denk dat de organisatie iets moois heeft neergezet. Ja, maar weer hoort cyclocross op de Olympische Spelen thuis? Ik denk dat het wel alles in zich heeft om Olympisch te zijn. Alleen het is de vraag in welke mate is sneeuw of ijs nodig. Maar zoals vandaag erbij ligt, is dat goed mogelijk. En verschillende omstandigheden, dat is ook onderdeel van de cross. Je gaat al lang mee natuurlijk in het veld rijden. Je hebt al vaak op sneeuw gereden. Maar het is natuurlijk wel alweer een tijdje geleden. Hoe was het om weer op het volle sneeuwlaag te rijden? Ja, ik heb wel eerder in sneeuw gereden, maar niet zoals hier. Dus dit is wel echt een eerste keer. En hoe was het? Ja, ik heb net ook al aangegeven. Eén moment denk je, ik ga heel goed. En het volgende moment dan is er geen lijn meer die je kunt fietsen. Dus het is heel lastig. En het gaat er vooral om dat je geconcentreerd blijft en rustig blijft. Dankjewel. Was je first race? Ik denk dat je bij Primi weer kent.